Hoi, hoi allemaal. Zoals ik in het voorgaande filmpje heb aangegeven, ga ik vandaag uitleg en toelichting geven over hoe je je werk aan elkaar kan vasthechten. Ik heb hier op het moment even twee proeflapjes. Het is niet mijn eigen werk van mijn vest, dus ik doe het even zo, ook omdat de kleuren dan beter te zien zijn. Ja, we gaan beginnen. Wat je doet eigenlijk is het uiteinde van je vest pakken, dus het rechterdeel. Je moet hem wel op zijn kop hebben met de goede kant voor je. We gaan eerst beginnen met al haakt met stokjes het werk aan elkaar vastmaken. Daar is de eerste kijker. Hallo. Zoals ik net heb gezegd, we gaan beginnen met het aanhechten en vastmaken al met stokjes. Dus we gaan met stokjes het werk aan elkaar vastmaken. Ik heb hier even twee andere projectjes samen om te laten zien. Mijn vest is nog niet zo ver omdat ik met andere zaken bezig ben op het moment. Goed, ik heb dus mijn draad aangehecht in de zogenaamd rechterpunt van je werk. Goede kant voor je nemen. En dan maak je eerst drie lossen. Nou, en die vaste heb ik al, dus 1, 2 en 3 lossen. Wat je doet, is je draad haaknaald uithalen, maakt de lus iets groter. Pak je volgende lus. Dus de eerste lus van je werk, van je body wat je al af hebt. Dus leg je met de rugzijde die kant op, de schoudernaden die kant op en de onderkant naar je toe. Steek je naald door en dan doe je de lus erop en die haal je er doorheen. Wat je aan doet is weer omslaan. Die gaat gelijk die stokje maken in de volgende steek. Zo. Is die klaar? Maak je weer een lusje, wat langer. Pak je de volgende steek. Let op dat je wel direct die steek erna pakt. Dus niet per ongeluk eentje overslaan. Lus haal je weer door. Sla je weer om en dan ga je weer je stokje maken. Zo. Haal je weer wat op. Haal je van je lus van je naald af, steek je naald weer door het volgende lusje van je werk en dan pak je hem op. Nou, zal zo eens een paar met jullie doen. Dat is een manier dat ik zelf persoonlijk het mooiste en het netste vind. Je krijgt er geen rare bobbel in je werk. Goed, dan haal je dus je lus weer een beetje op. Steek je naald door de volgende lus van je werk, beide lussen heen, dus niet door één, door beide lussen heen. En dan haal je lusje weer op. Nou, een beetje aantrekken dat het niet te flubberig gaat worden, want dat ga je ook zien. Maak je stokje. Zal ik even laten zien hoe het er dan uitziet. Kijk, als je dat met een andere kleur doet, krijg je dus zo'n mooi afgewerkt randje. Zie? Nou, dat is de ene manier. Haal ik hem even uit en laat ik jullie een andere manier zien. Dan zet je dus je draad vast. Ook weer idem. Van boven naar onder doorsteken en doorhalen. Ik heb dus maar één lus gemaakt, hè? Oh, wacht even. Even door een lusje heen steken. Draadje wat aantrekken. En ophalen. En vast te maken in de volgende. Zo kan je hem dus met een vaste vastmaken. Is eigenlijk op zich hetzelfde. Dus gewoon weer door twee lussen halen. Je lusje daardoor trekken. En je vast te maken. Oh. En zo krijg je hem met vaste. Ziet wat strakker uit. Lijkt net een naaistikje. Dat is een manier waarop je het kan doen. Je kan ook zeggen van, stel ik heb mijn werk nou binnenstebuiten. Pak je aan de achterkant één lus op. En van onder naar boven één lus oppakken. Draadje even eraan zetten. Haal die op. We gaan naar de volgende. Eén achterste lus. En van je werk de achterste lus pakken. Let erop dat je werkdraad onder je werk houdt. Door die lus heen en daardoorheen. Zorg ervoor dat je dat dan niet te strak doet. Want anders gaat het helemaal trekken. Oh, sorry. Ga je weer door de achterste lus van je werk en door die achterste lus ophalen, door en daardoor. Ik zal het nog een paar keer laten zien. Je hebt dus twee lussen. Pak je de achterste lus en daar de achterste lus van. Doorhalen, doorhalen en daardoor halen. Ik zal nog even een paar met jullie doen, zodat jullie zien hoe het eruit komt te zien. Hier heb ik mijn V'tje, daar, achterste. Die de achterste, daar doorheen en daar doorheen. Kijk, nou krijg je ook een mooi naainaadje.
Zo kan je dus ook doen. Het is echt met de halve vaste steek door de achterste lussen heen. Dat kan heel mooi zijn als je een tegenkleur pakt. Als je dit nou niks vindt, kan je het ook van binnenuit doen. Ik zal het even van binnenuit laten zien. Kijk, dan ziet dat er zo uit. Dan lijkt het net een breisteek, een rechte steek van brei. Als je twee toeren recht breidt, krijg je eigenlijk hetzelfde. Zo kan je het ook doen. En met de hand naaien is eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat eerst door die lus heen. En dan door van achter naar voren door die lus heen. En dan steek je hem door. Trek je hem goed aan. Dan ga je naar de volgende steek van voor naar achter. En van achter naar voor door de volgende steek heen. Trek je hem aan. Dan krijg je precies hetzelfde motief als ik net bij het eerste deel heb gemaakt met de stokjes. Nou, zo kun je dus op verschillende manieren vastmaken. Ik zou zeggen, ga kijken wat voor jou het mooiste uitkomt. Ik vind het persoonlijk makkelijker als ik de laatste toer maak dat ik ze gelijk vaststik. Ik zal het hier laten zien. Kijk, ik heb deze met stokjes vastgemaakt. Dan krijg je zo'n mooie nette lijn. En die gaat zo mooi rond. Goed. Ik ga dit filmpje afsluiten. Ik denk dat dit wel duidelijk is voor iedereen. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, kijk het filmpje straks even na. Ik plaats hem op YouTube. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Succes, dames!